Nou, Jeroen, nog even ter verduidelijking dan. Jeroen speelt met wit tegen Roland van Soest, ronde 1, Tata Steel, 10 kampen. Dame C3, A5. Ja, Jeroen trok een pijl. Maar hier is zwart en zet. En dan is het natuurlijk zo. Toren slaat D1. De toren moet terugslaan vanwege schaak. Bijna mat. Toren slaat D1. Dame G4. Met een dubbele aanval. Dit noemen we een dubbele aanval van de dame. En ja, het paard staat ongedekt. Ook de toren staat ongedekt. Waarschijnlijk dacht Jeroen dit. Stelling is verder gelijk. Pionnen. Beide hebben nog een paard en een dame. Stelling is verder gelijk. Wit heeft nog een centrumpion. Ja, het paard. En hier dreigt dit ook nog met een aftrekaanval. Ja, dit kan hier nog niet mat geven vanwege dit. Vandaar zo. Nou Jeroen, dat was het. Trouwens had zelf al berekend. De zet. A5 had deze moeten zijn. Wet remise. Nou goed Jeroen. De tweede ronde beter. Goed zo.